Meneer, valt u iets op aan deze kerk? Dat die mooi is en antiek. Dat is maar die deur, dat je een andere deur moet nemen. En ja, ik weet niet, voor mijn gevoel, als ik eigenlijk aan denk, denk ik altijd van... Ja, je bent minder geneigd eigenlijk om er binnen te gaan, omdat je helemaal zo'n omroet moet nemen. En niet echt iets bijzonders. Het gebouwtje aan de zijkant wat ernaast staat, en dat het lijkt toch dat het scheef staat? Ja, het hangt er maar vanaf wat je scheef bedoelt. Maar de kerk, die is eigenlijk in het midden gebroken. Hij is heel lang, lange kerk. En die is in het midden gebroken. En dat heeft er iets mee te maken dat het oostelijk deel, dat zakt niet. En het westelijk deel, dat is dus dit deel, dat zakt iets. En dat zakt nog elk jaar. Maar wat wel kaarsrecht staat, is de toren van een grote of Sint-Janskerk. En dat komt omdat de toren dieper gefundeerd is dan de kerk. En dan al die andere gebouwen. En dat had iets te maken met die geweldige hoeveelheid steen die erop staat, want het is een enorm gewicht. In het jaar 1275 stond op de plek van de huidige kerk een kleinere kerk. Deze werd Schiedam geschonken door Aleida van Holland. Maar deze kerk bleek al snel te klein te zijn. En toen hebben ze de grotere kerk gebouwd en daar zijn ze dus in 1325 mee begonnen. En nou zie je dus dat dit deel, dat stond er natuurlijk al langer. Dus dat heeft eigenlijk al zetting gehad. En dit deel, dat is dan nieuwer. En dan zie je dat eigenlijk die scheur zit hier. Als je nou hier naar boven kijkt, dan zou je hem daar moeten zien. Het blijft nog wel eventjes zo staan, hè? Nou, kijk, het staat al 600 jaar. En het beweegt natuurlijk ook geen centimeters. Het is misschien een millimeter per jaar. En er zal wel een keer een einde komen. Maar het heeft geen zin om het te repareren, want het komt gewoon weer terug. Het beweegt. Nou, het is het oudste gebouw van de stad. Het oudste gebouw van Schiedam. En het wordt nog steeds ontzettend veel gebruikt.